Welkom terug, Peter. Welkom terug, Tom, bij een nieuw gameplay commentaar. Waar zijn we? In Afrika. Oh shit. Ja, we gaan... Tot in de Himalaya? Tot in tot mooi, in de woestijn. Mooi, 1990 belde. Goed, we gaan naar Afrika. Dit is de tweede war story van Battlefield 5, Under No Flag. En dit is eigenlijk een beetje dat persoonlijke verhaal wat ze hebben gezocht voor de war stories in Battlefield 5. Maar het is namelijk, er waren gevangenen in de Tweede Wereldoorlog die vanuit de gevangenis werden gerekruteerd. Wil jij brommen? Of wil jij vechten? Dat was eigenlijk de vraag. En als jij vecht kun je je vrijheid terugverdienen. Jij kruipt in de rol van Billy Bridger. En jij rent op dit moment achter jouw commando aan. Of achter jouw baas. Die wordt ingesproken door de Guardian. Die je tof vindt. Oh, ja. Mark Strong. Jazeker. En hoe heet het? Ja, en jij bent een kluizenkraker. Dus je weet alles van bommen. En daarom hebben ze je opgezocht in de gevangenis. En mag jij mee naar Afrika om daar een missie te doen. Oh shit, wat een filmisch verhaal. I know, right? And I told you, I wouldn't do that anymore. Yeah, I was done with that shit. I quit 5 years ago since my mother died. Nee, dit speelt Amerikaans, dit is Brits. Oh, sorry, dit is Brits. I quit with that shit. And quit with that, when I'm died. Yeah. Anywho, je bent nu naar zijn content kijken. We gaan verder. Ik wilde wat meer heftige gameplay laten zien. Jij ziet nu nog niks, maar dan kwam dat ik dit verhaal eventjes moest vertellen. Ik vind het wel heftig mooie stenen. I know, het zijn super mooie stenen. Maar we komen nu in de meer zinvolle gameplay terecht. Omdat de vorige missie, Nordlist, die we hebben laten zien, link in de beschrijving, andere gameplay commentaar, daar waren we heel erg in de stealth. En dit is wat meer, meer heftige gameplay combat. Eerst scouten we natuurlijk uit. De bedoeling is namelijk dat wij een aantal vliegtuigen voorzien van bommen. En die gaan opblazen terwijl ze nog op de grond staan. Dat is ontzettend druk hier met Duitsers, je ziet het. Er wordt dik getraind. Och, wat zijn die animaties er ook lekker om te zien, hè, in die DICE games. Ik word daar toch altijd heel erg warm van. En dat is de hangar daarvoor, of hieronder, die we moeten hebben, waar het vliegtuig in gestald staat. Nou ja, hoe we daar naartoe gaan is natuurlijk helemaal aan ons. Je wordt vrijgelaten in een redelijk grote open map. En dat kun je stealthy doen, je kunt het Guns N' Blazing doen, je kunt het met voertuigen doen. En ik besloot in deze missie om het vooral iets heftiger aan te pakken dan... in die andere. Ja, ik zie het. Je knijft ook de lucht. Ik knijf de lucht. Ja, zo van, fuck off, we gaan ervoor. Dus dat was super kwaad, die mug die daar zat. Oh ja, nice. Ik merk dat je spot ook echt mensen. Ja, je spot mensen. Dat is wel echt makkelijk. Want als je ze eenmaal hebt gespot, dan zie je ze ook zeg maar een soort van wit door de muur heen. Ja, oké. Dus dan kun je ze een soort van extra goed bekijken. Ja, oké. Dus het loont om daadwerkelijk even te scouten. Ja, het loont zeker om te scouten. En het is super mooi om te zien. Want ik vind sowieso... Ik vind dat sowieso een heel tof element van deze game. Dat kan. Snap je? Ja, dat er in ieder geval wat vrijheid is. Hoe zit het met die gang waarmee je op pad bent? Volgen die jou ook ongeacht van wat jij voor plan hebt? Nee, ik ben heel erg alleen op pad gestuurd. Ik was net met hem, maar hij gaf missie. En hij zegt, nou weet je, ik zie wel weer aan de andere kant. Dus dat is waar. Dat is waar. Je komt hem later wel weer tegen als ook de cutscene start. Ik heb besloten om iets uit te testen. Ik dacht, wat als ik nou in een Duits voertuig stap? Word ik dan ontdekt dat ik geen Duitser ben? Het blijkt dus inderdaad, als ik dus inderdaad in een Duits voertuig gewoon rond kan rijden, als ik niet te dichtbij kom. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel die vliegtuighangar waar ik heen moet, ga ik omflanken, zeg maar gewoon met een Duits voertuig. En dan kom ik later, kom ik hier terecht en dan zit ik beneden en dan kom ik gewoon in. Er komt natuurlijk wel een tegenstandje tegen, dus die moet wel even dood. Ja, tuurlijk. Nu kom ik helemaal achter het kamp. Ik ga hier helemaal tot aan het eind, tot aan de kust loop ik door. Zodat ik helemaal aan de andere kant van het kamp sta. En goddank, wat kom ik daar tegen, Tom? Wat denk je dat ik daar tegenkom verderop? Gok het. Mark Strong. Hoppa, tering dik machinegeweer. Okay, daar ga ik dus nu eventjes mee huishouden. Is het ook mogelijk om dit compleet stealth te doen? Ja, absoluut. Okay, dat kan absoluut. Maar ik moet wel zeggen dat het waarschijnlijk bij het kamp hier rechts waar ik nu op aan het schieten ben, dat het wel een beetje lastiger is. Want dat is wel heel druk. Maar het kan in theorie allemaal, want je hebt werpmessen en je kan gewoon... Overigens, één ding wat ik wel kwalijk vind, komt hier in beeld, dat die dozen dus niet kapot gaan. En dat vind ik echt heel erg stom. Destruction 2.0. Ja, nee, maar echt oprecht. Ik vind dat echt wel echt een puntje van kritiek, wat gewoon... Kijk, dat een heel... Was dat weer niet het grote soort van selling point van, hey, alles kan kapot? Misschien in de multiplayer, maar ik kwam hier niet eens door die dozen heen. Ja, sorry, vind ik kwalijk. Zeker in een singleplayer game. Want het lijkt me in een singleplayer nog makkelijker om te maken dan in de multiplayer. Ja, het hoeft niet... parallel te lopen aan de ervaring van andere spelers natuurlijk. Dus je zou zeggen dat daar technisch een heel stuk meer mogelijk is. Exact. Je denkt, ik pak even flag gun. Nee, maar dit is mijn missie ook, want op een gegeven moment mislukt mijn missie. De vliegtuigen blazen niet op, maar vliegen weg. Wacht, mislukt je missie? Of ja, mislukt je missie? Mislukt mijn missie. Ja, oké.
En dus de vliegtuigen vliegen weer weg. En dus dan moet je ze op een andere manier kapot maken. En ik dacht, laat ik even de vlekken er nog zien. Want dat ziet er, ja, grafisch ziet het er natuurlijk mega spectaculair uit. Zeker als er straks een vliegtuig naast me crasht. Want die vliegt nou recht op mij af. En in, kijk nou hoe vet dit is. Bam, 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 bam. Zo, als er, maar ook het geluid ook van het veld is zo fijn. En dan stort hij naast me neer. Bam. Ik ben zo benieuwd of dit was. Of nee, dat is sowieso niet scripted. Want dat is wel echt vliegt gewoon rond. Nee, want ik doe dit zelf. Dus dat was wanneer ik schoot, ging hij neer. Ik schoot wel echt raak. Kijk dan. Bam, ga ik weer. Shit, lekker bezig. Super vet. En op een gegeven moment word ik gestopt. De missie is absoluut nog niet ten einde. Ik moet maar een klein stukje van Under No Flag spelen. Gaat uit. Was hem. Ben je tevreden? Ja, behalve over de destructie ben ik niet zo tevreden. Ik ben verder wel tevreden met hoe het eruit ziet en hoe ze proberen om die story aan te pakken. Iets meer met niveau en iets meer met gevoel. Ja, vind het wel leuk. Okay. Maar het gaat natuurlijk om de multiplayer en daar heb ik het meest zin in. Ja, ik ook. Binnenkort meer Battlefield 5 op gamerset.nl. Dit was in ieder geval het gameplay commentaar van de Under No Flag War Story. En natuurlijk, we hebben ook nog de Noorse missie. Ja, ook nog een mooie video, previews en previews. We hebben zoveel. Klik lekker door, man. Staat in de beschrijving. Helemaal goed. Tot van later. Doei.